Voordat je deze video gaat kijken, wil ik je er even op wijzen dat uh, wat hier rechtsboven ook staat. Uh, hier komt alleen examenstof voorbij voor uh, de leerlingen van gemengd en van theoretisch. Kaderbasis, je mag blijven kijken, maar uh, je hoeft dit dus niet te kennen voor je examen. Uh, maar goed, in deze video gaan we dus hebben over hyperinflatie. En dat is vooral een economisch onderwerp. En dat heeft ermee te maken met het feit dat het heel erg slecht gaat met die Duitse economie. Uh, na afloop van de Eerste Wereldoorlog. En dat komt voor een groot deel. Door dat vredesverdrag van Versailles, want daarin was bepaald dat Duitsland hele hoge herstelbetalingen moest doen. En daarin stond ook dat Duitsland gebieden moest afstaan aan bijvoorbeeld Frankrijk en een aantal andere landen. Maar dat waren ook gebieden waar bijvoorbeeld veel steenkool in de grond zat. Hè? En dat wat ook weer goed was voor de industrie natuurlijk. Nou ja, en dan zien we dat uh, Duitsland al heel snel niet meer die herstelbetalingen kan doen. He, dat vredesverdrag is uit 1919 en al vier jaar later, in 1923, heeft Duitsland een achterstand in betalingen. Ze hebben gewoon niet genoeg geld om die herstelbetalingen te kunnen doen. En uh, met name uh, de Fransen en de Belgen, die zijn er heel erg pissig over. En die hebben van, ja, Duitsland, als we het niet krijgen, dan komen we het wel halen. En die besluiten om het Roergebied te bezetten. En dat is het industriële hart van Duitsland. Hè. Hele grote steden, heel veel fabrieken, heel veel uh, steenkool en dergelijke ook in de grond. En ja, dat wordt nu allemaal op treinwagons geladen om dan lekker naar België en naar Frankrijk te vervoeren. Ja, en de arbeiders in dat roergebied ja, die willen daar niet aan meewerken en die gaan staken. En de Duitse regering die geeft die Duitse arbeiders in het roergebied er ook gelijk in. En die zegt: Sterker nog, wij zorgen ervoor dat we jullie lonen gewoon doorbetalen. En die gaan dus geld bijdrukken. Maar goed, het ging al niet goed met die Duitse economie. Nu wordt er ook nog eens geld bijgedrukt. En dan krijg je dus zogenaamde inflatie. En inflatie betekent gewoon dat je geld minder waard wordt. Je hebt steeds meer geld nodig om hetzelfde te kunnen kopen. En in Duitsland is er in 1923 dan sprake van hyperinflatie, supersnelle, supergrote inflatie. En dat zie je bijvoorbeeld hier ook terug in deze envelop. Hier zie je allemaal uh, postzegels opstaan. En het lijkt misschien van een afstandje of, daar, uh, of dat postzegels zijn van van 20 cent of zo, maar dat zijn postzegels van 20 miljard mark en 10 miljard mark en 5 miljard mark en zo verder. Dus ja, uh, tel het maar even op. Maar om dus één brief naar New York in dit geval te versturen, dat kostte je dus tientallen, honderden miljarden marken aan postzegels. Het geld, de Duitse markt, die was dus helemaal niks meer waard. Hè? Mensen uh, kochten er geen hout meer van voor een kachel, maar ze gooiden het geld gewoon direct in de kachel, want dan dan hadden ze nog meer aan. Duitsland zit in een diepe economische crisis. En dat is natuurlijk niet goed voor het vertrouwen in die parlementaire democratie van die Republiek van Weimar. En dan is er bijvoorbeeld een Oostenrijkse schreeuwelijk die dan al een tijdje in Duitsland zit, die ook in Duitsland mee heeft gevochten. Een Adolf Hitler. En die probeert in 1923 een staatsgreep te plegen in München Een opstand. Hij probeert de macht over te nemen. Zogenaamde bierkellerpoets is dit: de, de, de bierkelderopstand. Want uh, in München zijn heel veel bierkelders waar uh, ja, Hitler dus ook met, met mensen bij elkaar komt. Waar die mensen gaat toespreken en hij roept op tot opstand. Nou, je ziet dus hier ook op deze foto zijn best wel wat mensen die. Achter hem staan, maar ja, die staatsgreep die mislukt uiteindelijk, die komt niet verder dan München. Uh, Hitler weet Berlijn, Weimar allemaal nooit te bereiken en Hitler wordt dan ook uh, gevangen gezet, want hij is een onruststoker. Ja, en als hij dan in de gevangenis zit, dan schrijft hij het boek Mein Kampf. En uh, daarin zet hij eigenlijk al zijn ideeën uiteen, uh, ja, waarmee hij later ook aan de macht zal komen. Maar goed, Hitler in de gevangenis, is daarmee dan uh, de rust teruggekeerd in Duitsland? Nee, zeker niet, want die economische crisis is er nog steeds. En dan besluiten de Amerikanen in te grijpen. Uh, die komen met het zogenaamde DOS-plan. Dus in uh, het DOS, die heeft dat uh, bedacht. En nou, ja, wat, wat staat erin? Een paar belangrijke dingen. Uh, ten eerste. De hoogte van de herstelbetalingen die Duitsland moet doen, uh, die wordt bepaald ieder jaar weer door hoe goed of hoe slecht het gaat met de Duitse economie. Gaat het goed met de Duitse economie? Moet Duitsland dat jaar meer herstelbetalingen doen? Gaat het slecht met de Duitse economie? Nou, Dan moeten ze even een minder bedrag overmaken naar Frankrijk of naar uh, België of zo. En daarnaast gaan de Amerikanen, dat is ook onderdeel van dat Doorsplan, heel veel geld uitlenen aan de Duitsers om een industrie weer op te bouwen. Dus de Amerikanen die lenen de Duitsers geld. De Duitsers kunnen hun herstelbetalingen doen uh, aan bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk. Ja, de Engelsen en de Fransen hadden tijdens de Eerste Wereldoorlog heel veel geld geleend van die Amerikanen om de oorlog voor te kunnen zetten. En dat geld kunnen ze nu dus ook weer terugbetalen aan de Amerikanen. Dus eigenlijk uh, brengen die Amerikanen heel slim het geld in Europa weer aan het rollen. En dat Dalsplan helpt ook echt, want het zorgt ervoor dat het weer beter gaat met Duitsland. En we zien dan bijvoorbeeld dat het eindelijk lukt om een stabiele regering te vormen in die Republiek van Weimar. Er zijn niet telkens weer nieuwe verkiezingen. Er zijn eigenlijk ook geen staatsgrepen meer, zoals we dat net van Hitler ook zagen. En we zien dus ook dat de economie van Duitsland weer begint te groeien. En heel snel ook begint te groeien. Het gaat goed met Duitsland, en uh, daarom mag het in 1926 ook lid worden van de Volkenbond.